Stichting RUMAS is vandaag gestart met het nieuwe project Tik Uw Kans. Hiermee wil directeur Emmy Hart jongeren tussen de 18 en 25 jaar die in detentie zijn geweest, helpen om hun weg terug te vinden op de arbeidsmarkt. Mensen die kunnen begrijpen, niemand gaat voor zichzelf in de gevangenis. Je opvoeding valt. Dat ben je door een straf of zo. Dat was mij hangen dan wat ook voor een straatje. Samsa! En dan opvoeding wang. Met die alles maar Jesus keur. Je maakt dat je moet niet vinger wijzen, je moet geen bij jezelf. Maar ze hebben misschien maar een open job, assemblee. Wat doen we voor onze jongeren? RUMAS na 2 weken dat we dat weer gaan verwerken. Om gewoon straatje. Want Facebook nog bij mijn winnatory. Ik ga radio, televisie. Toen hebben we iets anders bedacht. We gaan zelf naar die jongens. En kijk, ik weet niet meneer Obert. Om een rokken voor Abby, hoe meer kwam maar uit te schrijven. Ze noemen het gemotiveerd om te werken in Suriname van vandaag. If you know, did it what was. Dit project is het eerste project van de stichting na ruim 2 jaar. Door de COVID-19-pandemie zijn ook heel wat donateurs uitgevallen. De stichting heeft voor dit 5-jarig project NV Havenbeheer, Staatsolie en de regering bereid gevonden voor de ondersteuning. Het project Tik Uw Kans is ingedeeld in 3 fases, namelijk in de eerste fase wordt er gelet op de verdraagzaamheid van de jongeren door middel van sport. Hierna komt er een attitudevormingsfase tot bosbivak en materiaalleer, waarna het project in de laatste fase de jongens via vakdocenten, aangeboden door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, bezig zal houden. Gracia Fallis Ormskerk, directeur van beroepsonderwijs, sprak de aanwezige jongens moed in. Wij zijn niet de mensen die over je moeten beoordelen of vooroordelen. We zijn er om een bijdrage te leveren en iets van jou te maken. Dat jij die stap al genomen hebt om hier te zijn, zegt al een heleboel. Het lijkt eenvoudig, maar ik kom je melk niet aan. Dan moet je dus aan mee doen. Dat is het niet. Je gaat iets ermee doen. Er hebben zich voor nu 10 jongens opgegeven voor de training. Maar Hart zegt te mikken op uiteindelijk 15 deelnemers.